Je herkent hem aan zijn hoed en zijn baard. Sietse Wiersma is al 30 jaar een van de vertrouwde gezichten op de Alkmaarse kaasmarkt. Elke vrijdagochtend rijdt hij met zijn auto vol schilderijen naar het Waagplein. Als de zon schijnt, maar ook als het regent en waait, is Sietse van de partij. En zijn werk trekt altijd veel bekijks. In het werk van Sietse Wiersma lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Opvallend is zijn voorliefde voor de fietser. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant? Een fiets is toch wel het meest wat ik leuk vind om te schilderen. Ik heb wat met een fiets, maar er zit een heel verhaal van vroeger aan vast, die een oom van mij, die vond dat ik zijn fiets, die op zijn sterfbed zei tegen mij van Sietse, jij mag mijn oude fiets hebben. Dus toen kreeg ik die oude fiets, maar ik zag hem daarvoor al natuurlijk heel lang vaak voor ons huis langs fietsen op zijn hoog dijkje. Het zit op een of andere manier toch in je lijf gedrukt, dat je denkt, ja, dat deed wat met je. Mijn moeder die zette mij voor het raam en die zei, oma Pietie komt straks langs. En dan zat ik voor het raam en zei, ja hoor, daar heen. En dan volgde ik die man zo helemaal op dat dijkje. Dan zag je dus niet de horizon achter, dan zag je alleen maar die fietsen. En dat beeld, dat zie je nu ook hier. Hier bijvoorbeeld. Alleen ik varieer dat gewoon met van alles en nog wat. Dus die fiets is zijn eigen leven gaan leiden. Hey, nu staan we hier op de kaasmarkt, maar ik zie geen schilderij van de kaasmarkt. Nee, maar dat vind ik dan echt zo commercieel. Zo van, nou, mensen komen op de kaasmarkt en dan moet ik een schilderij van de kaasmarkt hebben. Afgezien van de hoeveelheid werk met die waagtoren erop. Nou, daar begin ik liever niet aan, hoor. Nee, dat is dus niks voor mij. Maar ik hoor het heel vaak. Waarom maak je niet een paar kaasdragers? Nou, daar heb ik gewoon geen zin in. Dat is het naam niet. En hoe lang ben je nou met een schilderij bezig? Ja, een moeilijke vraag hoor. Hoe lang ben je ermee bezig? Het kan soms heel snel gaan, maar je moet je voorstellen, het bestaat uit verschillende lagen. Je bouwt iets op en je kunt het niet in één keer afmaken. Je moet er weer tijd voor gunnen om het te drogen en dan kun je weer een lager opzetten. Dus zo kun je soms wel een week bezig zijn om één schilderijtje te maken. Maar soms nog wel langer ook. En hoe groter het schilderij, hoe gecompliceerder het is, hoe langer het duurt. En hoe lang denk je dat je nog op de kaasmarkt staat? Tot het niet meer gaat. Hallo, hallo. Tot het niet meer gaat. Tot het lichaam zegt van nou, hallo. En als de mensen me niet meer herkennen, dan vind ik het ook niet leuk meer. Of ik de mensen niet meer herken, dat kan ook nog. Ja, een schöne Tag heute. Ah, mijn naam is Schön. Dankeschön. Schön.